Dit is eigenlijk het hart van de wijk Molenbeek. Een wijk in Brussel waar de verdachten vandaan komen die betrokken zijn geweest bij de aanslagen in Parijs. En hier op dit nummer, op dit adres, nummer 30, hier werden vannacht invallen gedaan. Er zijn twee mannen meegenomen. Volgens een dame van de nabijgelegen kledingzaak zou het gaan om twee keurige, onopvallende Marokkaanse jongeren. Ze kent ze van gezicht, niet van naam. Het bijzondere van deze wijk is, ik sprak een wethouder die vertelt dat er eigenlijk heel weinig sociale controle is. Er wonen 100.000 mensen in deze wijk, waarvan 30.000 op 1 vierkante kilometer. En het gros van dat gedeelte komt en gaat. Er is nogal veel verloop. Dat is een van de problemen hier bij de aanpak van radicalisme.